zo te weinig geld in de geestelijke gezondheidszorg. Kijk, de druk voor de jeugd wordt steeds groter. De mensen verwachten steeds meer van elkaar. Ze willen ook steeds meer. En er raken steeds meer mensen, krijgen een psychiatrisch verleden. Waardoor, wie moet die mensen allemaal helpen en begeleiden? Dan wil je dat daar een netwerk om zit van familie, maar begeleid die familie dan ook nog weer eens even. Het is niet goed gestructureerd. Het is dan de ene psychiater, dan weer de andere psychiater, dan weer een psychiater. Het is niet een goed netwerk. En hoe lang zit Raymond al in deze situatie? In deze situatie zeker 4 jaar. En daarvoor was hij nog gewoon stabiel? Daarvoor heeft hij ontzettend... Deze jongen, kan ik je zeggen, die heeft een sowieso van jongs af aan een handicap gehad. En zat in speciaal onderwijs. Die heeft altijd geknokt. Die heeft ontzettend zijn best gedaan. Heeft gewerkt in de horeca. Heel hard zijn best. Nooit ziek. Die jongen die functioneerde als een trein. Was leuk in communicatie. Maar door de druk is het bij hem misgegaan. Hij is in een psychose terechtgekomen. En die psychose heeft weer zoveel beschadigd dat hij daardoor zijn vrouw is gescheiden, dus een scheiding eroverheen. Je huis moest verkocht worden, terug naar af. Dat is te veel. En dan medicatie, een bipolaire stoornis. Een leven gaan leiden waarbij je eigenlijk niet meer naar verjaardagen met druktes kan komen. Je mag geen alcohol meer drinken, je moet je aan je medicijnen houden. Je bent verdoofd, de halve ochtend kun je niet wakker worden omdat je hoofd zeer doet. Dat is ook geen leven. Deze jongen die lijdt, lijdt nog steeds. Dat is ook afschuwelijk. En misschien een hele rare vraag, hè? Want je zei net dat je ook wel angst voor je zoon had nu. Ja. Maar betekent dat ook dat je hem ook niet zal bezoeken in de gevangenis? Nee, dat doe ik niet. Ik heb hem sinds de laatste keer dat ik hem gezien heb en dat ik zag dat die ogen van hem leeg waren, heb ik afstand genomen. Ik ben mijn zoon kwijt. Maar dat is voor een moeder verschrikkelijk. Ja, dat, ik kan niet rouwen. Dat klopt. Dat is verschrikkelijk. Dat is verschrikkelijk, maar het is niet veilig. En ik leef veel te graag. Het is niet veilig voor mij en voor mijn gezin en de kinderen. Dus eigenlijk, dus dat zegt genoeg. Zeg ik het heel hard als ik zeg, je streept hem weg juist om de anderen te beschermen? Ja, natuurlijk. Want hij, hoezo is hij nog te redden? Hij is toch niet meer te redden? En dit mag niet meer. Dus de mensen die wel gevaar lopen, die moeten beschermd worden. Ga je op een of andere manier je hand uitreiken naar de familie van het kindje? Of is dat nu te vers en te vroeg? Dat is denk ik veel te vers. En het gaat niet om wat ik wil. Het gaat erom wat die familie, waar die behoefte van die familie ligt. En als die behoefte van de familie daar ligt, dan zal ik dat doen. Maar niet vanuit mezelf. En dat zal ik via slachtofferhulp gaan navragen hoe ik dat het beste kan doen. Maar ik leef ontzettend mee met de familie. Ik sta ermee op en ik ga ermee naar bed. En ik zal dat een plekje moeten zien te geven. En wat mijn zoon betreft, ja, het klinkt hard zoals het in de krant stond. Maar het is gewoon waar. Ik schaam me er niet voor. Het is echt zo. Ik ben hem kwijt. Het is een psychopaat. En een psychopaat is onberekenbaar en manipulatief. En ik heb zelfs mijn eigen werkomgeving afgeschermd omdat ik bang was dat hij me op zou komen zoeken. En dat mijn collega's daar nog bedreigd zouden worden. Dus hoe kan de justitie dan niet denken van, waarom vragen ze mij niks? De politie wist er overal van. Wijkagenten, iedereen was ingelicht. Je hebt in kranten het gezegd, je zegt het hier nu. Heeft de justitie of iemand van justitie contact met je opgenomen in de tussentijd? Nee, jammer genoeg niet. Had ik heel graag gewild. Ik wil heel graag in gesprek en ik hoop dat er ook echt wat mee gedaan wordt. Kijk, ik kan zeggen, ach, wat heeft het van zin? Ja, dan komen we niet verder in Nederland. We moeten er wat aan gaan doen, want het gaat steeds groeien. Er komen steeds meer mensen die problemen krijgen. En er wordt bezuinigd. Dat kan helemaal niet. Ik zie het op mijn werk hoeveel mensen opgenomen worden van GGNet die problemen zijn, die weer in hun thuissituatie komen. Ja, je werkt in de gezondheidszorg. Ik werk in de gezondheidszorg en denk, jongens, dit kan gewoon niet. Dit kan niet. Dus het moet veranderen. En daarom zit ik hier. Juist om een eventuele volgende keer de kans erop uitermate te verkleinen of dat het nooit meer kan gebeuren. Absoluut, ja. Er zijn genoeg voorbeelden. Ik bedoel, met minister Borst is eenzelfde geval. Ze moeten zich toch achter de oren gaan krabben. Ik bedoel, ik moet ook volgens protocollen werken. Maar als het voor het gevaar voor mijn omgeving is en voor mezelf, dan ga ik wel buiten die protocollen. Dus er moet een clausule, er moet een opening komen voor gedwongen opname. En na dit ongeval ook. Mijn eerste vraag was, hebben jullie urineonderzoek gedaan? Hebben jullie bloed afgenomen? Nee, dan moet hij toestemming voor geven. Ik zeg,
toestemming voor geeft. Het is de omgekeerde wereld. Hij is daartoe niet in staat. Nee, maar ze moeten toch weten of hij wat gebruikt heeft. Ik bedoel, dat... Het is ik snap er helemaal niets van. Ik weet dat je heel erg opzag tegen dit gesprek, omdat het niet een fijn onderwerp is om over je zoon te praten op deze manier. Nee. Maar ik wil je wel heel erg bedanken, want ik denk dat het effect wat je wil bereiken, we kunnen nooit garanderen dat het gebeurt. Nee, ik kan het niet meer opgedaan maken. Je hebt in ieder geval wel je laten horen. En ik hoop dat degenen die erover gaan je ook gehoord hebben. Hoop ik ook. Dankjewel. Dankjewel.